Hi, hallo, hallo, hallo. Welkom bij update nummer 36. 36 alweer, nee. 36. We zijn aardig op weg, dacht ik zo. Alweer 2 weken verder is het nu. Ja. We liggen op schema. Met een heleboel nieuwe dingetjes. Yes. Nou, laten we eerst eens even stilstaan bij het overlijden van één van de beste. Ja. Naar mijn mening in ieder geval. Ja. Paul Daniels. Ja. Hij was kort geleden ziek geboren en... Een hersentumor, wat ik hoorde, dacht ik. En ik schrok ervan. Het was mijn wens, echt een wens, om hem nog een keer te boeken. Ook voor Dynamite Day, als presentator en met de lezing. Ik heb op de laatste 2 edities daar echt contact mee gehad om dat te regelen. Maar hij zat zo met zijn eigen show en heeft meegedaan met een dansprogramma ook. Dat hij niet kon, dat niet kon combineren, zeg maar. En toen had ik zoiets, nou, dan gewoon de volgende keer. Maar ja, die volgende keer gaat dus niet meer komen. Nee, helaas. Kijk, ik weet niet, heb jij vroeger die specials op BBC gezien? Of was je daar net, jij bent natuurlijk was ik net 10 jaar jonger dan ik. Ja, net iets te laat voor. Ja. Ja, bij mij is hij voor het eerst in mijn hoofd gekomen toen ik zijn electric chair routine zag. Nou, ik heb nog nooit zoiets moois gezien. Ja, maar dat zeggen mensen ook over zijn chopcup routine, hè? Dat het gewoon, ik heb hem ook al vaak gezien, hoor. Het is ook een hele mooie routine, maar dat mensen toch wel heel erg daarvan gecharmeerd zijn. En ik als kleine jongen lag ik op de grond voor tv vroeger. Volgens mij was het nog zwart-wit zelfs. Nee, weet ik niet zeker, maar... Om elke week de BBC toen die special te zien van hem, dat was echt super. Dat is echt voor, toch wel, hij heeft veel betekend voor de goochelkunst. Absoluut. Zeker op televisie ook, maar ook in het algemeen. Heeft hij zeker in die jaren toch wel heel veel publiciteit gemaakt voor het goochelen ook. Absoluut. En ik denk dat we die man toch gaan missen, hoor. Het is wel raak de laatste tijd in goochelland. Dus we zijn op zoek naar veel jonge nieuwe goochelaars. Ja, die hetzelfde gaan doen, een beetje. Ja, inderdaad. Ja, die echt ook dat zo aan het denken zetten, zeg maar. Laatste exemplaar wat we nog hebben, overigens, van Bravura. Ja. Nou, als je... Er komen nog nieuwe, hoor, maar we hebben er nu nog eentje op voorraad. Ja, als je... dit is wie hij is. Ja, precies. En het is superveel informatie erop. Super mooie routines ook erop. Als je gave dingen... Waaronder de electric chair. Ja. Nou, alleen daarvoor al zou je moeten hebben. Want dat is fantastisch. Dat vind ik dan. Ja, die heb ik even niet gezien. Dus ik kan er niet over meepraten. Maar ik vertrouw je op je woord. Dat is fantastisch. Echt. Bravura. Nou, daar wou ik eventjes mee starten vandaag. Ja, ik vind het heel... Eerst treurig nieuws en dan... Ik vind het heel goed. Heel goed. Dan gaan we knallen met wat trucs. Precies. Wat is er nog meer... uiteraard is er vorige week over gehad hebben. Is er een prachtig mooi nieuw ding. Een prachtig mooi nieuw ding. Ja, dat is eigenlijk dit. Je kunt zeg maar je handen samen maken. En dan kun je onder de productie van rook kun je bijvoorbeeld iets laten zien. En er is geen slangetjes of zo? Nee, het is geen vapor. Nee. Nou, dit is een munt. Nee, maar daar gaat het niet over. Dit is de Lynx Smoke. Nou, dit is de Lynx Smoke. Ik zal het laten zien ook. Nou, het is een horloge. Het is nu 10 over 10. Over 10 minuten is ook nog 10 over 10. En met de Lynx Smoke. De Lynx Smoke is jouw complete rookmachine. Alles zit in dit Alles apparaat. Alles zit erin. Ja, en ik zal niet helemaal uitleggen hoe het werkt. Je kunt het vinden ook op YouTube als je wil. Als je echt interesse hebt, moet je even doen. Voor de mensen die daar geen interesse in hebben, ga ik het ook niet uitleggen. Dan, mensen die het niet hoeven te weten, hoeven het niet te weten. Laat het zo zeggen. Klopt. Het enige wat je kan vertellen is dat je met 3 druppeltjes vloeistof ongeveer 10 keer goed kunt roken. Dus je moet hem even bijvullen. Het gaat heel makkelijk. En er zit een heel klein stiekem knopje hier. Ja. Laat ik even zien op de camera boven. En als je daarop drukt, er zit een timer op, ik heb hem ingesteld op 5 seconden. Ja. Dat betekent dat hij na 5 seconden, als ik druk sowieso krijg ik een trillsignaal. Er zit een vibratiemotor in. Dus okay. dan zegt hij eigenlijk, oké, René, ik weet zeker dat jij gedrukt hebt. Bevestiging. Mm-hmm. En over 5 seconden geeft hij weer een trillsignaal. Dat betekent, als ik niet opgelet had, moet ik nu gaan opletten, want nu komt er ook. Oké. Dus, nou, ik zal het even ik zal hem omdraaien, dan kun je zien wat er gebeurt, zeg maar. Ja. Ik druk er nu op. Ik voel een trailsignaal ook. Ja. Ik draai even om, want de rook komt hier onderuit. Normaal doe je het dus zo, maar ik doe het even zo. En nu komt, zie je, de rook. Fantastisch. Ja, dat kun je dan combineren. Nou, dit is Lynx Smoke. Ja, heel Lynx Smoke is echt een gaaf ding. We zagen het in Blackpool. En daar dacht ik echt, ja, dat moet ik hebben. Ja, ik zie dat hij zo nieuw is trouwens, dat ik echt dat ik zal het nog mooier maken. Ik zie het nu pas. Beschermfolie staat er nog op.
Je krijgt de Link Smoke met alles wat je maar nodig hebt. Het doosje heb ik inmiddels laten verdwijnen volgens mij. Dat stond hier. Oh, die staat erachter. Ja. Doosje met vloeistof. Je krijgt er een oplader bij. Alles wat je maar wil. En wij gaan hem vanaf vandaag een prijs laten zakken. Dat is niet omdat hij slecht is of zo. We hebben een hele goede deal kunnen maken met Links. Ook met andere spullen. En daardoor hebben wij de prijs kunnen verlagen. Nou, er zijn mensen die hem in de voorinschrijving gekocht hebben. Geen paniek. Daar hebben wij contact mee opgenomen. En die krijgen... dat regelen we met hun ook, dat hun diezelfde prijs betalen, laten we dat zo zeggen. Hij gaat van €3,99 naar €325. Dat is de prijs waarbij je ook bij Links kunt kopen. €325 voor een heel gaaf ding. Echt, ja. Ik zet hem even uit nu. Dan kan ik een knopje indrukken gewoon. En dat is weer beter. En hij staat uit. En dan kunnen we verder met de volgende truc. Wacht, nu ik toch die munt trouwens heb. Ja. Hebben we hier 4 Chinese munten. 4 stuks. Ja. Toch? Dat klopt. 1, 2, 3, 4. Ja. Ver. Oké. Okay. Ik zet wel netjes een rijtje neer. Zo, ja. Zo, mooi rijtje. Oké. Okay. Yes. Ja. Let op. 4 munten. 1. 1. En je hebt 1 munt die zich verplaatst. Zit als magisch. Dat is het idee. Ja, dat dacht ik ook. Dus je hebt 1, 2, 3 munten hier. En 1 munt in je andere hand. Maak je hand dicht. Je hebt hier een geluidje. En dat betekent dat je hier 2 munten hebt. En hier ook 2 munten. Dat is op zich heel verbazingwekkend. Stel voor dat je 1 munt hebt. Je hebt dus 2 munten hier. En je hebt 2 munten hier. Dan gaat het als volgt. Je maakt je handen dicht. Je hoort een geluid. En je hebt 1, 2, 3 munten aan deze kant. En eentje aan deze kant. Weet je wat? Hou je hand even open, Mark. 1, 2, 3, 4 munten. Oké. Okay. Ik haal 1 munt weg. Sluit je hand even. Oh, zo. Ja. Deze munt nemen we. Doen we dit. En als het goed is, verdwijnt dan de munt. En als jij je hand openmaakt, zitten daar weer 1, 2, 3, 4 munten. Nou, dit is geen truc op zich die we verkopen. Maar dit is een set. Oké. Okay. Het is een set. En die set die bestaat, ja, dat is een doosje, een heel mooi doosje, met daarbij 4 munten. Ja. Nee, 5 munten. Ja. En 2 shells. Oké. Okay. Nou, dit is een routine, dit is een Different Broadcoins Across, die ik net deed, die je ermee kunt doen. Ja. Ik zeg niet dat die uitleg erbij zit, maar die je ermee zou kunnen doen met deze set. Mm-hmm. Maar er kan nog veel meer mee. En misschien heb jij een leuk idee met Chinese munten? Ja. Want die 3 Chinese munten, je hebt misschien wel Triad Coins, ken je wel. Ja. Die hebben we een tijdje geleden laten zien. Nou, dit heeft er heel veel van weg. Mm-hmm. Je pakt namelijk die eerste munt hier. Mm-hmm. En die laat je zo verdwijnen. Dan heb je nog maar 2 munten over. Oké. Okay. Let op. Dan gaan we nog een keer doen met deze volgende munt, of die. Welke 2? Die bovenste. Die bovenste, ja. Ik pak die bovenste eraf hier. Tikje. En dan laat je hem zo weer weggaan. Nou, dan die laatste, die is vaak het moeilijkst. Kijk, die kan ik hier verdwijnen en daar aan die andere kant. Dan zijn al die muntjes verdwenen. Ja, dus niet Triad Coins, maar het ziet eruit als Triad Coins. Het ziet eruit als Triad Coins, ja. Met iets grotere munten. Misschien is het zelfs nog wel ietsjes... Visueler, omdat het iets grotere munten zijn. Ja. Weet je niet? Mijn mening dan. En dus vertellen we eventjes die set van net, die ik liet zien, met die 5 munten, 2 shells. Kost €79. En er zit een DVD-instructie bij. Dit is een aanvullingje. Die verkopen we. Ik moet erbij vertellen wat het is. Het is een flippercoin. Een apart doosje. Ja, het is een flippercoin. Met ook weer met een filmpje erbij. En als je dat combineert met je setje wat ik net hier had. Dan kun je dit ook doen. Ja. Dus zonder alles te verklappen. Maar mensen die daar verstand van hebben weten exact wat ze nodig hebben. Mega cool. Ja, dus je hebt, als je het allebei zou kopen. Dan ga ik heel snel rekenen. Dan heb je voor €124... heb je 5 munten, 2 shells en een Chinese flippercoin. Nou, ik weet wat die dingen normaal kosten. Dan kun je neerhalen anders. Daar heb je normaal net je muntjes voor. Ja. Je staat van 4 munten en 1 shell voor. Dus, waar. Dat is dat. Yes. Chinese coin sets en okay. Chinese flippercoin. Ben je klaar voor de nieuwe truc? Ik ben altijd klaar voor een nieuwe truc. Ik heb namelijk iets
meegenomen. Dat is een hondenhok / kloonapparaat. Een kloonapparaat? Ja. Dus kun je Piepo's mee... Nee, niet Piepo de kloon. Nou, niet in die zin van kloon. Maar kloon in de zin van... niet clown, maar kloon. Kloon, ja. Dus twee keer hetzelfde. Oh ja, oké. Okay, ik snap het idee. Ja. Nou, ik zal het aan de binnenkant laten zien. Het, niks noppes. Niks noppes nada. Mag ik? Oké, ja. Ver. Geen spiegels of zo. Nee. Ja, je weet niet. De camera is altijd... Gewoon winkel, dat is waar. Zeg, hier staan vier verschillende kleuren hondjes. Pak er eens twee op. Als je wil. Pak er eens twee op. Blauw en geel. Ja, nog eentje als je wil. Rood. Okay. Eerlijk? Ja, heel eerlijk. Oké. Okay. Dan doe je deze hond in het midden van het kloonapparaat. Deksel erop. Kloonapparaat heet dat, ja? Ja. Heb jij een goede blaas? Dan mag ik hierop blazen als je wil. Heb ik een goede blaas? Oké. Kijk. Want dan zie je... In dit apparaat. Oh. 1, 2, 3 hondjes terecht zijn gekomen. Nou ja, oké. Okay. En ook inderdaad allemaal oranje. En allemaal oranje, ja. Dat komt omdat jij voor de oranje gekozen had. Ja, grappig hoor. Nou. Yes. Nou. Dit is easier dan easy. Ja. Dit is een van de mogelijkheden. Ik weet hoe het werkt. We laten het in de winkel zien. Eén van de mogelijkheden. Je hebt meerdere mogelijkheden. Ja, je kunt ze laten verschijnen liggen. Ja. En dan komen er drie hondjes in. Je kunt drie hondjes laten verdwijnen. Dit hier kun je er eentje laten kiezen. En dan krijgen ze allemaal kloonjes in. Dan krijg je er meer. Ik moet even de naam spieken. Doghouse is het van Tenjo. Hij is al een paar maanden geleden uitgekomen. Was toen even niet meer leverbaar. Inmiddels weer wel. Dus vandaar dat wij hem nu pas laten zien. Maar dat is helemaal niet erg. €26,50. Alright. Vind ik een acceptabel bedrag. Vind ik ook acceptabel. Ja, en je zijn heel vaak wat duurdere dingetjes ook wel, maar ik vind dit prima. En als je geen zin hebt om te oefenen, maar toch meteen een trucje wil doen vanavond. En wij zeggen hier altijd, eerst oefenen. Ja. Ja, je moet wel iets oefenen, maar het is, je moet weten wat je doet, denk ik. Dat is meer het geval. Dat is de tweede take, want net ging het de eerste keer bij mij ook niet goed. Maar goed, okay, Doghouse. Hé, hey, nu je het toch over Tenjo hebben. Dit is een hele oude truc eigenlijk. Blue Crystal heet het. Het is een kastje. Ja, en dit is echt wel vaag. Wat hier in zit is een magisch kristal. Ik zal het even laten zien. Ik heb hier een munt. Ik zal heel even tikken zijn. Ik zal het even zo laten zien naar boven op de camera. Dat het echt ook... Ik zal eens opleggen ook, zie. Voel je met je vinger? Ja, oké. Okay. Dit is een magisch kristal. Ja. Het gekke is, als je daar iets oplegt op deze manier... Het is een munt. Ik weet niet hoe er nu trouwens stift op zit, maar ja, doen we andersom. Zo. En je kijkt goed naar de munt, dan zie je dat die munt heel langzaam zie je naar beneden zakt in het kristal. Zie? Dat is op zich heel vreemd, want dan zit hij helemaal beneden. Maar ja, hij kan ook weer terug. Zie? Ik hoop dat op de camera net zo maf eruit ziet als in het echt. Dan komt hij ook weer terug naar boven, zie je? Pak hem maar af als je wil. Kijk, het is echt gewoon massief. Heel raar. Nou is het gek, hè? Kijk, je vinger kan je zo doen, zeg maar. Hè? Maar er gebeurt verder niks. Nee. Doe je dit. Kijk, doe nooit met je vinger. Wow. Zie je? Je kunt hem zelfs bewegen. Ik denk dat het nog gaat. Beweeg. Zie je, het is toch... Gadverdamme. En als je zo kijkt, je ziet ook gewoon, ik stel nog eens, zie je? Ik kan niet, ik heb die vrij niet gedaan. Het is echt gewoon... Zie je, het is heel raar. En toch, als je dan je vinger dit doet, dan kan je, zeg maar... In met je vinger. Ik vind het heel vaag. Heel vies. Nou, de originele versie, dat klinkt vaag. De klassieke versie, zoals deze misschien wel 10 of 15 jaar geleden uitkwam, Blue Crystal, die bestaat niet meer. Maar Tenjo heeft wel een Disney Edition uitgebracht. Dit is de Disney Edition. Als je heel goed kijkt, zie je ook inderdaad dat die logo'tjes, volgens mij waren de origineel, ik weet niet eens wat het was, bolletjes of zo, sterretjes volgens mij, zijn nu Mickey Mouse'jes. Maar als je dat niet weet, valt het niet eens op. Nee. Het is dat er deze elastiekjes bij zitten. Die je eventueel zou kunnen gebruiken in plaats van een munt. Ik gebruik altijd een munt. Dat is overduidelijk dan, Mickey. Dan is het overduidelijk Mickey. En ook Mickey kan zeg maar heel langzaam zie je naar beneden zakken hierin. Zie je. En weer het ziet er terug echt naar boven gaan. Het is echt heel maf super magisch. Het is echt heel gezichtsbedrogen. Ja, je ogen worden hier echt bedrogen. Ja.
Dat is zo, want je kunt niet naar kijken en je ziet iets wat er niet is. Ja, dat is gewoon zo. Je ogen worden misleid. Ja. Dit is dus de Blue Crystal Disney Edition. Beperkte oplage. We hebben er een aantal. Zijn ze op? Kost 45 euro. 45 euro. Eventjes iets tussendoor. We hebben weer een nieuw deck binnengekregen. Het Bicycle Mummies deck. Ja, echt. Als je naar Egypte gaat en een donkere piramide in zou lopen, zou ik dat niet willen zien. Zou ik niet willen tegenkomen waar erin zit. Mummies. Nou, de jokers. Ja. Oh, hele mooie aas. Ja, dat is mooi. Je hebt ze ook nog niet gezien. We hebben net opengemaakt een doosje. Maar kijk, kijk hier, dat is toch wel, ik vind dat wel heel stoer. Ja. Hoor. Kijk. Gaaf. Maar ook, ik vind dit ook mooi, helemaal ontworpen allemaal. Het is wel een beetje goed kijken. Ja, je moet wel goed kijken, ja. Dat is zo. Maar hier heb je ook de... Kijk, klaver. Het is wel mooi hoor. Ja. Ik vind het wel gaaf. Maar inderdaad, gaaf. Kijk, harten, dat haal je dan nog uit. Maar je moet wel het klaver. Ja, aan de achterkant. Ik vind het gewoon helemaal mooi. Ja, achterkant is cool. Heel stoer gedaan. Achterkant is cool, ja. Ik moet een beetje denken aan de Carnival decks. Ook met die doodshoofden allemaal. Ja. Deadheads. Maar ja, heel mooi spel. Gaaf. Kijk, ik spiek op naar de prijs. Oh, sorry. Daarvoor. $12,95 voor het Bicycle Mummies deck. Nou, voor een kaartspel tegenwoordig is normaal. Je hebt kaartspellen die gaan voor dubbel de deur uit, zeg maar. Maar het is gewoon bicycle kwaliteit. Het is gewoon een bicycle stokje druk ook. Oh. Voelt goed? Ja. Hoeveel decks ze hebben nou, denk je, ongeveer? Veel. Ik weet het niet, maar heel veel. Maar we kiezen ervoor om niet alles te kopen, zeg maar. Want je hebt, er komt echt gigantisch veel uit. Nou, sowieso hebben wij daar de ruimte niet voor. Ja, Kickstarter heb je ook nog. Maar we kunnen veel meer spellen inkopen dan dat we hier aanbieden. Overigens, als je nou denkt, ja, maar waar kan je nou vinden ergens? DutchMagicShop.nl of DutchMagicShop.com is ook van ons. Daar vind je zo'n 11.000 producten. En daar vind je alle kaartspellen die we kunnen bestellen. Dat kun je ook gewoon bestellen. Leveren we één keer per week. Leveren we uit aan al onze klanten. Daar kun je dus ook nog wel even kijken. DutchMagicShop.com. Zet ik ook even in beeld nog. 11.000 producten. Ja, echt. Alsof het niet is, hè? Alles daarna. Ja. Right. Dan mag je ergens stop zeggen waar je zelf wil. Stop waar ik zelf wil. Daarom zou ik net niet te wachten, maar toch. Oké, onthoud je kaart? Ja. Yes? Oké. Okay. Heb jij wel eens een Torn and Restored kaartroutine gedaan? Een kaart kapot scheuren en dan weer heel? Ja. Heb je dat gedaan? Oké, dat gaat ongeveer als volgt. Je scheurt de kaart door midden, dan scheurt het nog een stukje vanuit, dan kun je het opplakken. En dan heb je ongeveer heb je een heleboel stukjes. Laat ik het daarop houden. Zonde, ja. Is zonde. Maar als, het kan namelijk dat je dit doet, volgende. En dan maak je eigenlijk die kaart weer in één keer wat? Heel. Dat is eigenlijk het leuke ervan. Dan zeggen mensen, ja, maar ho eventjes. Mogen we die even checken? Dat kan natuurlijk uiteraard, maar die kaart zelf gewoon ook checken. Het is gewoon een schopverhaal. Dat ongeveer is RIP. Van Christopher Wheel. Uitverkocht in Blackpool. Nee. Mensen die allemaal daar met die kaartjes gekocht hadden. Kijk. Ja, die moesten we ook gewoon hebben. We hebben gisteravond binnengekregen. Laat. Ik heb er even mee gespeeld. Voor alles geldt eigenlijk goed oefenen. Je moet er goed oefenen eigenlijk. Om het realistisch te laten overkomen. Het is een beetje een bluff dingetje ook. Ja. Maar het is een heel mooi handgemaakte gimmick. Die erbij zit. Dus nee, je hoeft niet te knutselen. Altijd wel mooi. Dat zijn we ook niet wel gewend van Vanishing. Ja, die maken goede producten. Ja, die brengen geen rotje op de markt. Ja. Uitleg erbij van 1 uur en 20 minuten. Als je van Torn Restored kaarttrucs houdt, maar nooit de moeite hebt genomen om... Te oefenen. Om te oefenen of denken van, ja, dat is toch een beetje geprungel met... je moet stukjes vaak palmeren en erbij houden en weghalen. Nou, easy yes is gets. En mooi is ook, op de DVD leren ze jou ook, als je dat zou willen, of stel na een tijd gaat je, de gimmick gaat stuk, of weet ik, in principe kan niks meer gebeuren hoor, maar ook gewoon heel, heel simpel die gimmick zelf kunt maken. Oh. Altijd mooi, toch? Ja, dat is zeker weten, ja. Heel goed. RIP kost $32,95. En zeker een aanrader. Ja, RIP. Absoluut. Dan heb je ook hele oude trucs. Nou, onlangs hebben we een hele partij hele oude trucs. Nou, dat zeg ik verkeerd. We hebben een hele doos vol van deze oude truc gekocht. Mm-hmm. Ik had het vroeger in mijn gokeldoos zitten. Mijn gokeldoos. Ik ook.
Ja, je kent het wel, hè? Ja. Toch is dat je een balletje hebt, zeg maar. Dat is het idee. Het balletje pak je, zeg maar. Mm-hmm. Stop je bijvoorbeeld hieronder. Nou, even voor het idee. De vaas is hartstikke leeg. Ja, ja. Ja, daarom. Zet je deksel erop. En dan kun je gewoon... En dan is je balletje, zeg maar, hier bijvoorbeeld weg. Zie. En dan zit hij terug in de vaas. Nou. Nou. Dat is het idee. Dus even voor het idee. Je pakt een balletje pakje, zeg maar. Balletje pakje. Leg je onder de beker, zeg maar. Dat is het idee. Ja. En knip je in je vingers. En als je dan hier onder de beker kijkt, is de bal hier weg. En hij ligt weer terug in dat dingetje hier. Nou, op dezelfde manier kun je ook weer hier knippen. En dan verdwijnt hij natuurlijk weer hier. Zie, je hebt hier niks meer. En dan ligt hij weer terug onder de beker. Nou, dit is niet de klassieke variant. Maar we hebben er een leuke routine bij gemaakt. Ik denk dat het moderner is dan de klassieke. Even het idee. De klassieke versie is dit. Ik heb een balletje. Gaat in mijn zak. Maar let op, kan nog gekker. Hij zit weer terug in mijn zak. Maar is ook leuk. Dit is het makkelijkste. En als je iets moeilijker wil, kan dit ook. Nou, dit is de ball and face. Compleet met video instructies in het Nederlands, waarop we de routine compleet uitleggen ook. Wat ik net gedaan heb ook, en dit ook trouwens, maar dit hoef ik niet echt uit te leggen. Quanta Costa. Quanta Costa, ja, volgens mij 3,95, 4,50 die kanten ergens. Ik weet even niet helemaal precies, niet opgeschreven. Maar dat kun je op de site gewoon zien. Ball and Vase heet dat, Jumbo. Nice. We hebben er een 50, wordt niet meer gemaakt deze. Dus als ze opraken, collectors item is het, dus. Zijn ze weg. Goed, we krijgen wel goedkoper voor in de plaats of kleinere. Maar dit is ik vind het ook een mooie afmerking. Ja, goed, normaal zijn ze een stuk kleiner en wat prulliger. Het is echt wel heel, heel degelijk. Ja. Ball and Vase. Het zou zelfs weg kunnen voor een eier. Ja, met Pasen zou je kunnen zeggen. Ik heb hier een eierdopje. Ben ik met je eens? Ja. Ik denk dat er bijna zijn, of niet? Ik heb nog iets voor jou meegenomen. Dat is aardig. Het lijkt op een cadeautje. Mysterie. Hè? Ja, daar zit iets in. Ja. Maar voordat ik jou ga laten zien wat erin zit, ja. Wil ik jou vragen of jij toevallig een ring draagt. Ik zie dat jij een ring draagt. Toevallig, je draagt altijd een ring. My wedding ring. Thank you. Ik heb er maar één van. Dat is een hele mooie. Duidelijkheid. Hoe lang heb je die ring al? 13 jaar bijna. 13 jaar. Kun je je hand om mijn hand heen doen? Want dan heb ik hier, ik zal het je laten zien wat erin zit namelijk. Een kistje die op slot zit. Ben jij? Ja. Helemaal staal. Ja, hartstikke ver. Ja. Oké. Gaan we zo overheen. Je hoort je ring nog in? Ja. Ja. Kijk. Hé jongen, ga je al met mijn ring? Jouw ring is veranderd in twee hele kleine sleuteltjes. Ja, maar die ging niet zo mooi aan mijn vinger eigenlijk, hè? Nee, dat is waar. Maar deze hele kleine sleuteltjes, ja, of één daarvan, ja, die past hier. Maar ik doe het even zo, dan kan ik voor de camera boven ook goed zien. Past hier. Wij doen niks stiekems nu, zeg ik er even bij. Op het... Ik laat het doosje heel voorzichtig los. Het dingetje gaat open. Ja. Doe het dekseltje maar open. En kijk eens wat daarin zit. Kun je het zien? Ja, dat kunnen we zeker zien. Ik stop even hierin. Het is helemaal... Zacht, kijk. Ja, ik bedoel... Alle mensen die natuurlijk willen gaan checken, dat kun je makkelijk laten onderzoeken ook als je wil. Niet dat dat nodig is, want waarom zou je? Ja, nou dit is een van de mogelijkheden. Het is van Leo Spetter zelf, doet hij zelf ook nog de ring in een theezakje. Dus in zit... een theezakje nog, in, echt in hè? Dat is in, ook bizar, ja. Hè? Dus bij de thee in het dubbele zakje wat ook dicht zit. Super, super gaaf. En dit is zomaar even vlug iets gedaan eigenlijk. Ja, dat... Het heet Flight Case Prediction. Ja. Het is overigens bedacht door Gijs. Gijs Bennehey, mm-hmm, onze club hier in de winkel. Carte Blanche. Is Gijs ook lid en die heeft dit bedacht. Die liet het ooit aan Leo zien. Die zei Leo, nou, ja, dit moet ik gewoon gaan maken. En Gijs had een iets grotere versie en dit is nu de kleine versie voor het theezakje of een ring. Dus, je kunt er eigenlijk alles in. Ja, het is heel goed gemaakt. Ja. Super degelijk ook. En je krijgt dit met het zakje, met het slotje. En een online instructievideo, zoals tegenwoordig met alles gaat eigenlijk. Waarin je alles maar leert wat je maar moet weten om ermee te kunnen,
kunnen werken. Quanten kosten? €199. Dan is die. 199 euro's. Yes. Maar je hebt wel een goed product. Ja, absoluut. Absoluut. Oké, ik heb nog iets voorbereid. Ik heb in een kaart heb ik 4 gaatjes gemaakt. Ja. Ver. Ja, dan mag je checken. Nou, oké. Gewoon een kaart. 4 gaatjes. Ja. Oké. Die 4 gaatjes, daar kun je iets leuks mee. Ik ben dol op leuke dingen. Ja, ik ben ook dol op leuke dingen. Watch, we hebben hier 4 gaatjes in de kaart. Ja. 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. Dit gaatje, die ja. Gaan we springen. Laten we springen naar de andere kaart. Dat kan je niet. Dat kan je niet. Echt. Dat gaat als volgt. Je neemt de kaart vast. Ja. En daar gaat het eerste gaatje. Kijk, dat is gaatje nummer 1. Maar we hebben hier nog een gaatje. Dat is helemaal alleen. Vind ik ook een beetje zielig, zeg zal maar. Zal niet zeker. Let op. En die gaat ook. Zie. Is dat mooi? Dat is zeker mooi. Ik vind het heel mooi. Het leuke is dat mensen nu zeggen, ja, maar... Mag ik de kaart zien? Tuurlijk mag ik de kaart zien. Mag ik die kaart zien? Uiteraard mag je de kaart zien. Tuurlijk. Als je de kaart namelijk aan de mensen geeft, dan moet je die gewoon onderzoeken. Dat is de, ik pak de verpakking er even bij, de Matrix 2. Matrix 2 van Michael Chatelain. Kost, het prijsje zit er verkeerd op, €27,50. Ontvang je compleet met eigenlijk alle gimmicks die je nodig hebt. De gimmicks, alle kaarten die je nodig hebt. En je voegt het toe aan je eigen bicycle kaartspel. Verkrijgbaar in rood en blauw. Mm-hmm. Is het moeilijk? Nee, het is niet moeilijk. Je moet wel even, het is een hele goed gemaakte gimmick. Dus je moet daar wel even mee... Voorzichtig mee zijn. Ja, ja, voorzichtig, ja, dat je ermee overweg kunt. Dat je weet wat die gimmick doet. Ja. Dan is dat verder geen probleem. Het is ook degelijk gemaakt, gaat niet snel stuk. Maar je moet er even mee overweg kunnen. Zeker. Dus dat is de Matrix 2.0. Alright. En ik zie hier overigens nog een videolink staan. Dus er zit ook een online video instructie bij. Kijk eens aan. Matrix 2. Nou, mijn hoek hier is leeg. Ja, mijn hoek is ook leeg. Goed, dan hebben we nog 2 dingetjes. Uiteraard, we hebben altijd dingetjes nog. Komende zondag is het 20 maart. Wauw, dat is echt nieuws. En op 20 maart, hadden we vorige keer al gezegd, is in geel de grote prijs van Vlaanderen. Alwel. Al wel, tof. Een grote prijs van Vlaanderen. Wij zijn daar met een grote stand. Als je nog iets nodig hebt, laat het tijdig weten. Nou, als je dit ziet, is het waarschijnlijk al vrijdag of zaterdag. Dan wordt het tijd dat je het even laat weten, zeg maar. Ja, hoogstijd. Want zondagmorgen vertrekken wij om iets van 6:30. Dus dan gaan we niet meer nog spullen inpakken. Dus als je wat wil bestellen, laat het uiterlijk zaterdag rond 11:30 weten. Dan kunnen we dat nog even inpakken en zondag meenemen. Ja. Zorg dat je erbij bent. Het wordt een gezellige dag. Dan hebben we een week later, 29 maart, op een dinsdag, hebben wij de lezing van Kieran Johnson. Nou, ik versprak hier van de week nog mensen die zijn lezing al hebben gezien en die zeggen echt, René, dat wordt een chaos. Zorg dat je vloer is afgedekt. Ja, ja. Want dit is de meest chaotische, achterlijke lezing die ik ooit gezien heb. Dan zei ik, hoe dan? Dan zegt hij, ik heb die lezing gezien en ik heb nog nooit tranen gelachen. Bij een lezing, maar dit was echt het geval. Wat die man doet is gewoon overal bij anderen zeggen, nee, dat doe ik niet. Dat doet hij. Het is echt de meest gekke dingen. Dus we moeten even bedenken hoe we het hier gaan veilig gaan stellen allemaal. Hij doet dus drugs met munten, snoepjes, bonbons, ijs, kaarten. Met alles wat je kunt bedenken. En er gaan echt de meest gekke dingen gebeuren. Dus we hebben deze lezing geboekt omdat mensen zeiden, René, ja. Die moet je boeken, want dit is iets wat heb je nog nooit gezien. Sowieso, als je dan nooit naar een lezing bent geweest, kom echt een keer naar de lezing toe, de 29e. Ja, ja, ja. Echt super gaaf. Als je, kijk, je koopt vaak misschien trucs, maar wat kost die lezing? €20. Voor 2 tientjes, echt, heb je er 6-7 effecten bij. En er zijn vaak ook dingen die je dus zelf thuis kan knutselen, dus... Het is niet zo van, dat hij zegt van, oh, ik ga laat je allemaal trucs zien en dat je dan bij ons allemaal dure trucs moet kopen. Je kunt het meestal gewoon zelf maken. Dus kom gewoon naar die lezing, want daar krijg je gewoon zeker geen spijt van. Nee, zo is het. Ja, voor de rest houden we daarbij. Ja. Vorige keer was veel te lang, dat gaan we nu niet redden. Denk ik dat die 46 lekker, minuten of zo. Ingepakt. Er zat wel weer veel in, veel dingetjes. Maar goed. Als je vragen hebt, laat het weten. Laat we zijn altijd bereikbaar via mail, via Facebook, via telefoon. En we helpen je maar al te graag. Sowieso. Tot de volgende keer. Hoi. Hey. Adieu.